Studenten moeten kunnen genieten van een kwaliteitsniveau met alle bijbehorende zaken, zoals een hygiënische omgeving. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur sprak vandaag bij de oplevering van de openbare school Livorno 2. Het renovatieproject dat vanuit het kabinet van de president wordt uitgevoerd, renoveert scholen zodat die kunnen voldoen aan een bepaalde kwaliteitsniveau. Ory zegt dat het in de bedoeling ligt om de herstelde scholen goed te blijven onderhouden voor continuïteit in onderhoudsbeleid. Het kabinet gaat door om landelijk te kijken naar urgentieprogramma om scholen te repareren. Want het is belangrijk, we hebben behoorlijk wat achterstanden moet ik zeggen. En als je hoort ook wat een van de vorige sprekers, leraar, zei over houtluizen. Dat zijn zaken die natuurlijk aangepakt moeten worden, omdat zolang je dat een beetje verwaarloos je gaat doorpakken naar natuurlijk houten scholen. Maar belangrijk is dat we voor OS2 op Livorno een bepaalde basis hebben bereikt. Ik zou zeggen, houdt u dat goed in de gaten, de verdere aspecten die aangepast moeten worden, moeten we horen. We gaan daarover corresponderen, kijken wat voor snelle oplossingen we gaan oppakken voor jullie. Probeer de school verder goed te onderhouden, zou ik zeggen, zeker de toiletgroepen. We zien landelijk toch een beeld dat de toiletgroepen in zijn algemeen behoorlijk achterstanden hebben, niet goed onderhouden zijn. En we hebben nu een school hier waar het aangepast is en snel beschikbaar is. De bewindsman ging verder in op het doorstromingssysteem dat voor verwarring zorgt. Het is de visie van het ministerie om een systeem te creëren waarbij elke leerling een eerlijke kans krijgt. Met de nodige vaardigheden aan de kant van de docenten en studenten moet dit gestelde doel wel haalbaar zijn. Leerling is belangrijk omdat die dus de toekomst is van dit land. En het tweede is dat we proberen in een vroeg stadium te kijken wat talenten onze kinderen hebben. En als ze natuurlijk achterblijven met leerstof van bepaalde vakken, gaan we moeite doen in het systeem om middels extra lessen, extra mogelijkheden van herkansing en toetsen en repetities het kind toch vooruit te brengen. En dat vraagt van jullie leerkrachten enorm veel tijd, inspiratie, extra werk. Maar het is waard om onze kinderen veel als centraal te gaan stellen in het programma. En ik vraag u ook om deze zaak te ondersteunen, hoezeer ik weet dat het extra werk met zich meebracht. Het is een hele traject met nieuwe instrumenten, maar we zullen eraan moeten geloven, zeker in de basisvorming, de klasse 1 tot en met 10, in te zetten in die vernieuwingen. We hebben ons enorme investeringen gedaan voor nieuw leermateriaal, het trainen van leerkrachten. Na de officiële oplevering kreeg de bewindsman een rondleiding door de gerenoveerde delen van de school. In het programma Questions and Answers vanavond om 8 uur via 12.1 gaan we in op de laatste ontwikkelingen betreffende het doorstromingssysteem, de landelijke examenresultaten en het schoolvervoer.